Sterrenbeeld Grote Beer en Kleine Beer. Bij het gele plusteken staat de Poolster. De komeet heeft een lengte van bijna 60 graden aan de hemel. Door middel van computers kunnen we het rode en groene licht uit de foto filteren. We zien nu alleen het blauwe licht die de komeet uitstraalt. De komeet Hyakutake is al door de telescoop eind 1995 te zien, maar werd pas in maart van 1996 goed zichtbaar voor het blote oog. Deze opnames, gemaakt met een speciale videocamera, laten zien hoe de komeet midden in de stad Enschede te zien was. Precies een jaar later komt een nog grotere komeet aan de avondhemel. Een komeet waarover nog lang gesproken zal worden. Dit waren de eerste video-opnamen gemaakt van de komeet. Enkele dagen later was de komeet al vele malen helderder. De komeet was veel langer aan de avondhemel te zien dan komeet Hyakutake. Het waren dan ook drukke dagen voor de sterrenwacht. Boven konden de bezoekers kijken door de telescopen. Als we de telescoop omdraaien en op de komeet richten, dan kunnen we alleen de kop van de komeet zien. Een telescoop vergroot te veel en we kijken als het ware gewoon door de komeet heen. De kop van de komeet laat een soort spiraal zien. Dit is stof afkomstig van de komeet. De spiraalvorm wordt veroorzaakt doordat de komeet van ons afbeweegt en tegelijkertijd draait. Op de grote telescoop, in de koepel, staan diverse camera's, waaronder de astrocamera van de werkgroep voor sterrenkunde. Let op de discoverlichting van discotheek Zack in Duitsland, enkele tientallen kilometers van ons verwijderd. De komeet op zijn mooist, zoals je met het blote oog ongeveer te zien was. Hier ziet u het sterrenbeeld Cassiopeia. Deze opnames zijn gemaakt met een standaard spiegelreflexcamera met een 50 mm lens. Er werd 9 minuten belicht en op de sterren gevolgd. Met de computer kunnen we weer het rode en groene licht filteren. De gasstaart, net als bij komeet Hyakutake, wordt nu duidelijker zichtbaar. U ziet hier drie opnames van de astrocamera aan elkaar geplakt. De linkeropname is 3 minuten belicht, de middelste 6 en het rechte deel 9 minuten. Na rood en groen weer weg te hebben gefilterd, kunnen we de fraaie contouren van de gasstaart herkennen. Op deze opnames ziet u 5 foto's van de komeet. De eerste 3 zijn dezelfde die u net zag. De 2 toegevoegde opnames zijn meer dan 10 minuten belicht. Ook hier ziet u weer het blauwe licht. En u kunt duidelijk de fraaie contouren van de gasstaart herkennen. Tot slot kan ik u vertellen dat deze 2 kometen uit 96 en 97 de toppers waren uit de 20e eeuw.